Mijn naam is Feide Zwart, medeoprichter van Dutch Drone Company. Organisatie gestart in 2014 en sinds enkele jaren hier actief op de RDM in Rotterdam. Zoals gezegd, Dutch Drone Company is gestart in 2014. Waarbij wij snel zagen dat de drone een hele goede tool is om op een innovatieve manier data te verzamelen. Inspecties en daarna ook het verwerken van data tot slimme informatie. Wij werken voornamelijk in de industrie, veel in de olie en gas, vandaar ook dat we hier in Rotterdam zitten. Maar ook voor overheden, voor het inspectie van kunstwerken en andere type assets die zij hebben. Vanuit onze expertise zijn wij benaderd door Johan Maljaars van TNO, die bezig is met een onderzoekvoorstel om te kijken of het achterstallig onderhoud van onder andere bruggen en andere kunstwerken bij de overheid op een slimmere manier kunnen inspecteren, in kaart brengen, om daarmee de levensduur uiteindelijk te kunnen gaan verlengen. De drone, zeggen wij altijd, is aan zich niet de technologie de oplossing. De drone is meer een tool waarmee we ten eerste inspecties uit kunnen voeren om goed de huidige status van een asset, zoals een brug, in kaart te kunnen brengen. Maar daarnaast is ook de bedoeling in het project dat we echt metingen uit gaan voeren. Denk aan diktemetingen, zodat we een goed beeld kunnen krijgen van de asset. En al die informatie kan weer gebruikt worden om levensduur te bepalen en eventueel te verlengen.